Oké, jongens, jullie zeiden in de reacties dat wij 100 euro moesten gaan schieten. Kijken wat we kunnen winnen. Ik denk dat we lang aan het schieten zijn. Dat denk ik ook. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jullie wilden dus, dat gaan we doen. We zijn nu onderweg naar de schiettent. Gaat helemaal goed komen. Ik heb allemaal tientjes en we gaan gewoon eigenlijk voor 100 euro gaan wij schieten. Ja. Hoeveel kunnen wij schieten? Ik hou ze bij elkaar, want ze waaien weg. Dit wordt echt leuk. Ja, dit wordt geniaal. We gaan gewoon alles proberen. Wij willen een tientje stagiaire schieten, alsjeblieft. Ja, dan wordt maak er dan maar 20 van, hoor. Ja, is goed, kom maar. Nou, ga staan. Ik blijf hier stilstaan. We hebben even gewacht totdat het donker was, zodat het licht wat beter is voor ons. Maar de zon is bijna onder en we kunnen gaan schieten. Niet het licht voor beter schieten, maar meer voor de camera. Inderdaad. Ja. Sowieso is het hier goed voor licht, maar net hadden we tegenlicht. Noem het maar op, maar dat is nu gefixt. Oké, wat gaan we doen? Eigenlijk gaan we gewoon alles doen. Ik denk elk onderdeel gaan we af. En kijken wat we kunnen winnen met 100 euro schieten. Willen we als eerste oefenen met die, oftewel is wel daar. Makkelijk en dan later die spijker en die precies. Foto en noem het maar op. Inderdaad. Ja, kunnen we doen. 100 keer schieten. 30 euro. Zullen we dat doen? Ja, is goed. De eerste 30 euro, pak hem er maar bij. Oh, ik wilde jou het geld geven, maar pak hem er maar bij. 1, 2, 3. Nou, ja, hey, wat doe jij hier? Aan hem ga ik het geld niet geven. Goedendag. Ik wil graag 100 keer schieten. En kunnen we allebei dan? Juist. Er wordt gefixt. Lekker. Nice. Leuk, ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Hoppa, die was nice. Als we gewoon een random shot doen, gewoon zo. Hoppa! Hier, nog een keer, zonder te kijken. Hoppa! Hoppa! Je kan dat beter gaan doen. Je kan gewoon zo. Hoppa! Doe nu eens uit de losse pols dan. Uit de losse pols. Die net niet. Nou, nog een keer. Komt je? Helaas. Nu geblinddoekt. Met je ogen dicht. Was hier raar? Nee. Hij is leeg. Dat is mooi naast elkaar. Ik mooi, moet zeggen, het gaat niet heel lekker. Nee, nou, gaat... Max. Nee, ja, echt niet. Even inkomen met de eerste 30 euro. Ja, ja. We zijn op. Die is leeg. Hoppa. Je weet hoe het moet, hè? Kijk, ik heb nu wel een handje geschoten. Prachtig. Als je die middelste nog hebt daar. Ja, ik ben leeg. Ook leeg. Nou, kijk eens mannen. Als 100 punten. Nou, 100 punten hebben we zeker niet gehad. Nee. Ik denk dat we misschien de haaien tanden moeten schieten. Misschien gaat dat nog beter af inderdaad. Ja, dat is iets groter. Komt wel goed. Dit is een balletje. Die is helemaal plat geschoten. Dat doet wel zeer hoor, als die tegen je aankomt. Oh, dat wist ik nooit. Mannen. 2 keer 12 schieten. Oh ja, awesome. Top, dankjewel. Nou, wie is? Ja, goeie, kom. Ja, kom maar schieten. Oké. Welke techniek ga jij gebruiken? Ga jij leunen? Ik heb net gehoord, leunen werkt het beste. Qua stabilisatie, maar je moet alles raken, want je hebt 12 schoten en je hebt 12 tanden van de haai. Dus als ik er één mis, dan heb je hem al sowieso. En wat krijgt dus een 12 hit? 40 punten. Dat is mooi, hè? Nou, we gaan ervoor. Nou, dat zijn er geen 40. Ik ga niet leunen, ik ga niet leunen. Ik vind eigenlijk dat Koen... Oké, als je er toch nog 2 mist, zeg maar. Ja. Nu alles hebt boven die 2, ja. Dat telt hij ook. Omdat je ging testen. Ja, de test. Ja, dat was de test. Nee. Ja, die is nog mis. Nee. Komt er wel wat uit? Dat kan ook weer zijn. Nou, ze wil je even voelen. Dat was hem. 1 tandje. Ik pak een ander naast me. Oké, jongens, voor mij geldt hetzelfde. Ik moet er 12 raken. Ik heb een krukje erbij gepakt, omdat ik naar de hoogte sta. Ik heb 10 punten net verdiend. Nou, ik ga ook mijn best doen. Komt ie. Ik mag niks missen. Alles raakt. Nou, 40 punten. Gewoon mis. Hij is moeilijk hoor, die haai. Hij is echt moeilijk. Hij is echt moeilijk. Waar mikken wij op dan? Je weet wel hoe je kijken moet, hè? Ja, toch? Ja, dat lijkt er niet op. Ja, zo? Ja, hierdoor. Ja. Dat puntje. Ja. Moet je hier zien. Ja, dat heb ik. Onder mijn vinger door. Ja. Ja, moet je tandjes zien. Ja. Nou, in het midden van het tandje knallen. Mis. Kijk. De eerste. Dat was hem. Hoppa! Nu snap ik hem.
Ik moest die tandjes raken, dat was het. Ik maar op die aanstekers schieten. Dat was hem. Ik ben leeg. Oh, ik wil bijna een revanche. Oké, jongens, jullie zien nu een plaatje. Op dat plaatje zijn 5 rondjes. Witte rondjes, die moeten... zijn 6 witte rondjes, zie ik net. En die moeten we allemaal raken en dan krijgen we die weer, toch? Of die PlayStation 5. Hij is knik, ja. Dus... ja, die heeft ons net gezien met die tandjes schieten. Die denkt, dat wordt hem niet meer. Maar we gaan schieten. Ik ga meteen met de grote beginnen, linksonder. Ik ook. Ja, ik heb hem. Nee. Ik ga nu boven. Ja, ik heb hem. Ik ga nu het hoedje proberen. Je hebt hem wel, hè? Ik heb ze wel tot nu toe. Ja, oh, perfect. Ja, dit perfect. Gaat goed. Dit gaat goed bij jou. Ik heb hem echt perfect. Nou, die zit er wel in, toch? Ja, nee, die staat daarboven. Niet de zwarte randen raken. Oh. Hij telt niet, hoor ik. Laatste. Volgens mij is hij leeg. Ja. Ik heb niks geraakt. Helemaal niks? Helemaal niks. Oh. Echt helemaal niks. Kijk. Deze is vies hoor, dat die niet... Op deze is lekker. Ja, perfect. Dankjewel. Kijk eens, dankjewel. Oh. Hey, dat is nice. Oprecht niet verkeerd. Ja, die van jou is echt netjes. Ik heb echt alles gewoon net niet. Net ernaast. Deze is moeilijk hoor. Ja, maar die zagen we ook niet met de 5 rondjes. Nee. Oké, jongens, we gaan nu een foto schieten. Dat is een soort spijkerschieten, maar dan als je de spijker raakt, maakt hij een foto. Schijnt moeilijk te zijn. Het is heel moeilijk. Of je moest 10 keer in het rode rondje schieten, dan telde hij ook. Dan maakt hij ook de foto. In ons geval, ik betwijfel hem. 5 euro, 8 keer schieten. Gaan ik we zeg doen. Yep. Ik zie net 10 euro, 12 keer schieten. Dan willen we allebei 2 keer 12. Dan wordt het 20 euro. We willen allebei een fotootje. Dus we gaan voor 20 euro gaan we nog extra erbij schieten. 2 keer 12. 2 keer. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Nee, ik ben echt bang dat we niks raken. Jawel, we komen in de buurt. Oké, schiet jij als eerst. Oh. Net niet het rode. Nou, komt ie. Netjes. Wow. Zwaar ernaast. Zo, die was echt scherp. Ik ga niet leunen. Zo, we hebben hem! Sick, heel sick. Oh, dat is echt vet als je hem raakt. Ik dacht echt zo'n flashback, weet je wel. Iemand gooit granaat. Ja. Oké, ik ga hem ook proberen. Nou, kijk er eens, jongeman. Dankjewel. Mooie foto. Ja, die komt die nog. Die ontwikkelen, hè? Ontwikkelen. We hebben allebei tot 90 punten doorgeschoten. Dus dat betekent bij, 100, bij de 100 punten, als we dus nu raken, maakt hij dus een foto. Daar komt hij. Spijtig. Dat is leeg. Oh, ja hoor! Ja. Ja hoor! Nice! We hebben het gewoon! Dat is echt vet! Fotootje schieten! Alsjeblieft! Dankjewel! We kunnen de naald nu proberen met nog 3. We gaan nog een keer proberen, nu op de naald. Oké, er komt een foto! Oké, de foto komt eraan. Ik heb hem wel nog geladen. Nice! Ik ben leeg. Helaas, pindakaas. Hé, hey, we hebben best wel prima. We worden steeds beter, hè? Nou, we hebben hem helemaal... Als dit nu ook lukt bij de spijker voor een PlayStation 5... We hebben de spijker nog niet geraakt, hè? Nee, dat nog niet, maar wel... we moeten er moed in praten. Ja, moet er, ja dat is zeker waar, dat is zeker waar. Oprecht? Echt leuk. Het was heel leuk. Heb jij nog een idee? De spijkerschiet is altijd leuk, maar we kunnen ook nog daar iets kiezen. Ja, die konijntjes, die bewegende eendjes en die konijntjes, ik denk dat dat er moet. We gaan naar de andere kant. Doe maar 2 keer 12 alsjeblieft. Het is nu helemaal lastig, want ze bewegen ook nog die dingen. Hoppa! Lekker! 1 puntje erbij. Hoppa. Ja hoor! Netjes. Dit gaat lekker hoor. Dit gaat heel lekker. Hoppa! Zo, dit gaat echt lekker. Ik denk dat we straks terug moeten naar de haai. Dat denk ik ook. Zo. Ja, dat was hem. Hé, hey, niet verkeerd, eerlijk. Dit was heel netjes. Ik heb er 3 gemist, dus ik ben benieuwd hoe Koen het gaat doen. Oké, het is nu mijn beurt. Nou, kijk eens. Good luck. Netjes. Oké. Als je nu eentje meer hit, heb je meer dan mij. Je hebt er nu ook 9 geraakt. Hij is leeg. Hij is leeg. Ook 3 missers. In totaal hebben we allebei dus 9 keer geraakt. Ja, dat is serieus netjes. Dat is echt heel erg netjes. Vet, ik ben benieuwd naar de punten. Ja, inderdaad. Niet verkeerd dit keer, toch? Nee, dat gaat goed. Kijk, nice. Hoppa. 20 punten in het zakkie. We zijn lekker aan het schieten, maar ik heb hier een losse 2 euro. Ik denk even knippen. Even 1 keer knippen. Ja. Je wint nooit, maar we gaan proberen. Mag jij doen. Oh, ja.
Oké. Knip en win. Ja, doe maar nog een keer, Ja? Ja hoor, Eens even inkomen, hè. Oh, ik heb hem! Ja, lekker! Hoppa, lekker! Lekker! Ga open, Ja hoor! Ja, ik heb hem! Lekker! Gewoon met 2 euro, gek! Wat de hel! Gewoon random, hè! Echt, je zei nog, we hebben nog 2 euro! Ik heb nog 2 euro in mijn zak, bam! Hey, dikke prijzen hier! Gucci weer! Heel ziek, Krijg je dit ook weer voor elkaar, hè? Nice! Hey, heel allebei nice. Leeg! Ja, nou, mega knuffel! Heb je voor mij, even kijken, 2 keer 10 schoten voor de vingers? Alle prijzen zijn anders. Eén keer kan je dan schieten. Ja, het is leuk. Zoveel games gewoon in één plek. Ja, echt. Inderdaad. Hij is gespannen, hoor ik. Nou, gaat het ons lukken, denk je? Vorige keer hebben we dit 1 keer gedaan. Was erg lastig. Maar ik denk omdat we lekker bezig zijn met oefenen, dat dat nu wel soepel verloopt. Gaan we ervoor? Ja hoor, hit hem maar. Oh, man! Die hele duim klapt eraf, joh. Die is kapot. Ah, die telde niet, hij moet eraf, hè? Dat spaart. Lekker! Oh, lekker! Dat ziet er niet goed uit hoor, als dat je gebeurt. Nou, dat is goed toch? Het handje is eraf. Ja toch? Leeg. Die rechter is goed toch? Die, dat hele handje. Oké, nou dat zegt prima. Eigenlijk 1 heel handje heb ik. Top, dankjewel. Zo, dat is netjes 20. Ja, dat is zeker netjes. Komt u maar. Als het jouw beurt. Yes. Die telt niet hè, een half vingertje. Nee, die telt niet. Nee. Die telt wel, kan ik je vertellen. Dat is een vingertje. Ja. Ja, dan moeten we even vragen. Ja, dit telt. Is half. Ik moet iets meer naar beneden. Ja. Ja, die was dat lekker. Dat is een lekker vingertje. Die telt. De Wacom, die is levensgevaarlijk. Daar is Max bijna nog gebeten. Dat was hem. Hij was al leeg. Tel dat handje ook, of niet echt? Nou, de eerste was beter. De eerste was beter, hè, ja. Maar hij officieel... Zou die tellen? Als de rest allemaal heel kort zou zijn, dan wel. Dan keur ik hem goed, maar als ze allemaal deze lengte zouden hebben, zie ik het. Oh, dus niet goed. Ja, half voor de helft. Maar alsnog, inderdaad. Ja, inderdaad. Hoeveel hebben we nog trouwens? Hoeveel geld hebben we nog? Tientje. Kunnen we dan nog spijkers schieten? Ja, dat is leuk. Ja, hè? Ja, leuk. Je moet het middelste puntje, dit kleine spijkertje, heel precies raken. Hij is ook echt heel moeilijk. Maar toch gaan wij het proberen. We gaan het gewoon doen. 1 keer 5 euro dan. En dan doe jij 3 keer schieten en dan ga ik 2 keer schieten. Of nee, dan... Oké, dus dan 4 keer schieten en dan... 3 keer schieten, ja. Ja, mag goed. Jij 4 keer schieten, ik 3 keer. Is goed. Mag jij beginnen? Nee, jij, want jij hebt 4. Ja, oké, en dan mag jij... Ja, oké. Spannend. Oh, hij zit er wel in. Ja. Te hoog. Probeer te leunen. Nee, leunen voel ik niet. Het scheelt weer echt erboven. Trouwens, kan je deze raken vanaf onderaf? Want dan moet je hem recht raken. Het lijkt mij dat je hem recht moet raken, anders schaaft hij. Kan je deze vanaf onderaf raken of is hij beter er recht voor? Ja, recht. Is recht. Ja, oké. Okay. Zatenkloot zo hoor. Het scheelt niet heel veel. En in 1 keer alle toeters en bellen gaan af. Hè? Mijn laatste. Ik zit wel close hoor. Ja, het is close. Hij is heel dichtbij. Het zat er zeker nog wel een centimeter naast, moet je zeggen. Doe maar twee keer drie. We moeten ballen gooien, maar dan met schieten. Ja, leuk. Hoe wil je dit gaan doen? Ja, zo via de zijkant. Net als bowlen, via de zijkant. Kijk! Oh, kijk! De helpende hand. Ja, nee! Nee, dat telt niet. Dat telt niet, hij ligt van de plank. Oh. Close call. Wow. Zo. Wat gebeurt er? Rennen. De stroom valt uit. De hele stroom valt uit. Die man rent er als een malle heen. Ja, tuurlijk. Alles valt uit. Vet. De straat doet het weer. Ja, alles doet het weer. Nice. Kijk, nu worden alle schakelen. Hij deed alles uit denk voor kortsluiting. Ja, dat denk ik ook. Zo. Kijk, alles gaat eraan. Hij doet het weer. Oké. Ja, we kunnen weer knallen. Let's go. Hij flipte. Hij flipte. Zag je dat? Weer op. Zag je dat? Ja, dat was heel knap. Die had jouw beeld. In slow-mo. Nou, ik heb er nog 1.
Hey, ik heb er nog één. Oké. Ja hoor, lekker. Hij heeft ze allemaal. Hey, dat is echt wel sick. Hoeveel punten krijgen we dan? 20. Met 3 schoten. Oh ja. Ja, nou, top. Hey, toch het dubbele van mij. Lekker. Hey, nice. Oh, we hebben geen geld meer, hè? Oh. We zijn blut. Gaan we tellen. We hebben nu een mooi rijtje. Dit zijn de tientjes die we te pakken hebben. De 20'tjes, die zijn populair hier ook. De 40'tjes zijn heel uniek. En we hebben 2 keer 100. Zijn we wel een beetje gemast, moet ik zeggen. Klein beetje. Maar dit winnen we dus in totaal nu met 100 euro. En we hebben ziek lang gespeeld. Dit was echt heel leuk om te doen, want elk spel is anders. We hebben geen eens alle spellen kunnen spelen nog. Ik moet zeggen, dit, zeg maar, deze samen met de coin pushen is wel best het geld waard. Ja, omdat je echt fysiek lekker bezig bent. Precies. En dat je natuurlijk ook met de coin pushen. En met de coin pushen, daar heb je meer geluk nodig. We moeten tellen nog. Dit zijn mijn skills. Oh ja, 200. 2, 4, 6, 8, 10. 300. 2, 4, 6, 8. 120. Ja. Dus over nou, 300. 420. Ja, 420 punten. Daar nou, kunnen wij wel een goede lolly van halen, kan ik je vertellen. En een goede aansteker, dat ook. Nou, we gaan even kijken. Nou, die kan wel meer. Zo, dit is echt veel. Wow. 160. Dit. Hoppa, dit is een 3 keer spijker geraakt. Oh, 3 keer spijker. Wat was die helikopter? Jij had wat moois gezien daarboven. Ja. Het is alleen, de doos ziet er niet meer goed uit. Dus we hadden gevraagd of we hem zouden mogen hebben voor onze punten. En toen zeiden hun, qua uitzondering, omdat die doos er niet zo goed uitziet, mogen we hem hebben. Nice. Dus die helikopter, ja, gaat hem worden. Nice. Nou, die helikopter. Ja, dan graag. Ja, 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 ja. Ja, dit is zo. En die kunnen we ook weer testen in de video. Ja, daarom. Deze gaan we testen in de video. Dan krijg jij van ons alle punten. Yes, dankjewel. Nou, je hoeft ze niet na te tellen, want deze prijs gaat niet meer zomaar eruit. Nee. Maar ja, het is echt de doos wat er niet goed uitziet, maar het is een hele mooie prijs. Dat zeker. En ja, we gaan hem testen in de video. Ja, zeker. Een bestuurbare helikopter. Leuk. Lekker. Let op, hij mag niet. Hij mag hem echt niet, hoor. Arm eens even. Doei. Doei. Doei.